Goedemorgen, het is bijna 10 uur en ik ga nu opstaan. Ik heb de hele ochtend al een beetje gelezen en een beetje op mijn gsm zitten scrollen. Ik ben niet naar het werk. Het is vandaag mijn eerste rode dag en daar ga ik jullie in meenemen. Ik ga proberen het een beetje productief te maken. Hey, superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik heb deze week weer een dag in mijn leven gefilmd, maar hij is een beetje kort. Ik had een vrije dag. Ik noem het een rode dag, zoals ik net al zei. En ik zal wel even uitleggen wat het is. Ben je nieuw hier of heb je een paar video's gemist waardoor je niet weet dat ik werk nu? Sinds 4 maanden werk ik. Ik werk bij het CMA in Antwerpen, waar ik in het lab werk. Hartstikke leuke job. Ik ben er heel blij mee. En hier werk ik eigenlijk zo 40 uur per week in een 38 uren week. Wat er dus voor zorgt dat wij eigenlijk 2 uur per week te veel werken. Waardoor wij om de 4 weken een vrije dag hebben. En die is in onze kalender rood. Waardoor de naam rode dag is ontstaan. En dat noem ik dus nu ook een rode dag. En nu had ik er eindelijk eentje, want in het begin van de eerste paar maanden werkte ik 1 dag per week 6 uur in plaats van 8 uur. En nu werk ik gewoon de volle 5 dagen 8 uur, waardoor ik voor het eerst een rode dag had. Ik had echt het idee om er iets heel energiek van te maken, heel veel te gaan doen, alle taakjes die ik heb te gaan doen. Maar ik ga heel eerlijk zijn, dat is niet meer gebeurd. Af en toe eens een keer lekker chillen is ook nodig. Dus dat is het dus geworden. Maar ik neem jullie alsnog mee in mijn eerste genietdagje thuis op een rode dag. Lekker in comfortabele kleding, een joggingbroek en mijn Uclim trui. En dan gaan we ontbijtje doen en daarna onze vee uitlaten, die hier in de keuken zit te snuffelen. Ze weet perfect als ze dat niet mag. Maar ik heb even een lijstje gemaakt met alles wat ik wil gaan doen vandaag. En het is veel. Eerst even een veetje uitlaten. Ik wou de ramen van voren ook nog even wassen, want ik heb de rest wel gedaan. Ook al zou je dat nu al niet meer zeggen, je ziet het al niet meer. Dan wil ik voor CM nog wat dingen in orde maken. Dat had ik ook nog te doen. Mijn vlog voor zaterdag in orde brengen. Dan nog wat uitschrijven voor een ander soort video. En dan sporten, omkleden. Want in de middag ga ik naar de cinema met mama. Dus ja, dat is dan een beetje. En als ik vanavond nog zin en tijd heb, mijn fotoboek van Engeland nog eens een keer aanwerken. Want die is ook nog steeds niet af. Dus het is een druk dagje. Dus we zullen er maar eens invliegen. Er is er iemand aan het snurken onder zijn aandacht. Wel even? Ja. Nou, mijn productieve rode dag is veranderd in eigenlijk een To All The Boys I Love Before marathon. Ik ben aan de tweede film bezig. Ik heb wel al het meeste gedaan wat op mijn lijstje stond. Maar een van de dingen die ik nog niet heb gedaan is sporten. Dus dat gaan we nu even doen. En dan kijk ik meteen op de douche daarna. En we aankleden voor de film. Dus let's go! Nou, we komen net van een film en het was het was een leuke film. Het was wel grappig. Het was bijzonder. Je moet van de Kingsman houden.
als je dit ook wel leuk wil vinden. En nu gaan wij onze mooie cinema-avond afsluiten met gezond voedsel. Make it take. Heel leuk dat ik jullie een beschrijving geef van hoe de film was en dan vergeet te zeggen welke film het was. Wij zijn naar Argyle gaan kijken, de film in de cinema, waar eigenlijk al die reclames van zijn met die hele schattige kat met die oortjes in die tas, wat echt op een spaceship voor katten lijkt. Hier is een foto van de film. Moest even van moeders. Ze neemt het hier over. Dus dit is de film. Het is een leuke film. Het is grappig. Het is actie. Je moet wel echt van The Kingsman houden als je dit ook leuk moet vinden. Want het is even gek als The Kingsman was. Dus ja, dat is mijn tip aan jullie. Zoals je zegt, hebben wij de nieuwe burger van McDonald's uitgeprobeerd. En hij was oké. Ik vind hem niet bijzonderder dan andere burgers. Hij is lekker. Dus je kunt hem zeker eens uitproberen als je dat nog niet hebt gedaan. Maar ik vind hem niet heel speciaal of zo. Terwijl ik dit aan het editen ben, gebeurt er nog iets in ons kleine dorpje. Verder in de straat was er een mogelijke schoorsteenbrand. Gelukkig is er niks aan de hand. Iedereen is veilig en was het vals alarm. Maar hierdoor stond echt onze hele straat vol met brandweermannen. En was het nogal een druk en gezellig gedoe op straat, want iedereen komt buiten in zijn dorp. Dus dat was ook nog even een leuke verrassing. Ik hoop dat jullie dit een hele leuke video vonden. Zo ja, vergeet niet een duimpje omhoog te doen. Ik heb weer een hele leuke video voor volgende week erop staan. Ja, volgende week komt er alweer een video, want ik loop echt al een hele tijd een week achter en we gaan nog bijwerken. Dus volgende week komt er ook weer een hele tof video online. Dus wees zeker aanwezig. Kijk deze. Zorg dat je bent geabonneerd als je dat nog niet bent. En dan zie ik jullie volgende week weer met een nieuwe video. Tot dan! Doei!